Hallo allemaal. Het is alweer even geleden dat we een video gemaakt hebben over 3D printen. Ik denk alles bij elkaar een week of drie geleden. De reden is eigenlijk heel eenvoudig. Ik vind dat ik geen video moet maken om het maken van de video, maar dat ik ook werkelijk iets te vertellen moet hebben. En heel af en toe dan is er zo'n thema. Dit weekend ben ik bezig met het printen van de Eiffeltoren in Parijs. En dan niet een kleintje, want die zijn er in allerlei maten te verkrijgen, maar ook niet de grootste. De grootste die ik gezien heb is ongeveer manshoog. En dat is ongeveer iets van 200 onderdelen die geprint moeten worden als ik het goed gelezen heb. Nou, dat ga ik niet doen. Mijn Eiffeltoren gaat ongeveer 40 centimeter hoog worden en bestaat uit 7 onderdelen. Alles bij elkaar zal deze print toch al gauw, nou, even een inschatting maken. Ik denk een uurtje of 40 in beslag nemen. We zijn ook al een stukje onderweg. Gisteren een print van 12 uur. Vandaag al eentje van 6 en er komt er een van 3 bij en dan zijn er al 21 voorbij. Ik zal even een paar van die delen laten zien. We hebben hier het tweede gedeelte. Dit is de 12 uur print. Dit is een vrij lastige print om te doen, dat zeg ik gelijk. En misschien kun je het ook zien, dat heeft te maken met die kleine balustrades die hier op de rand zitten. En dat is alleen op dit niveau, alleen hier worden die balustrades. En die balustrades zitten niet alleen op de buitenkant, maar ook op de, ja dan moet ik even kijken of ik dat zichtbaar krijg. Maar ook binnenin zit zo'n balustrade. Het lastige hierbij is natuurlijk dat de spijlen van de balustrade ontzettend dun zijn en een printer beweegt relatief snel, dus hij hoeft maar één zo'n spijl om te slaan en je zit al eigenlijk met een balustrade die redelijk defect is. Bij mij resulteerde dat erin dat van de 8 balustrades die erin zitten, 4 aan de buitenrand en 4 aan de binnenrand, er 3 eigenlijk niet goed waren en vervangen moesten worden. En dan is het ook nog zo dat er 2 bij zijn waar een spijltje mis, maar dat accepteer ik graag. Dus ik heb ook nog eens een keer, los van dat, zelf zowel de kleine binnenste balustrade als ook de buitenbalustrade nog even zelf moeten ontwikkelen. En die heb ik dan ook nog eens een keer uitgeprint en erop geplakt. Als je heel goed kijkt kun je het zien, maar voor iemand, zeker op zo'n filmpje, is het vrij lastig zichtbaar. Want de balustrade waar je hier naar kijkt bestaat eigenlijk uit 2 delen. Dat is de originele balustrade en de balustrade die ik gemaakt heb. Nu moeten zo meteen die geprinte delen die moeten aan elkaar gaan worden bevestigd. En dat ga ik doen met PVC-lijm. Ik print overigens gewoon met PLA. Dit is Filamentum Extra Fill Vertigo Black. Maar normaal gesproken doe ik PLA simpelweg met PVC-lijm vastmaken. Ik weet dat dat misschien niet de sterkste oplossing is, maar voor mijn doeleind is het voldoende. Ik heb hier geen kinderen nog rondlopen, ook nog geen kleinkinderen. Met andere woorden, het object staat straks gewoon en er zit eigenlijk verder niemand aan. Zometeen ga ik beginnen met de eerste 2 delen aan elkaar te plakken. Dat ga ik u ook laten zien. Het model komt van My Mini Factory en bestaat uit 7 onderdelen. Het topje 10 cm hoog, dan dit gedeelte 10 cm hoog ongeveer. Vervolgens dat middendeel en dan moeten er nog 4 poten onder komen. En dat zijn alles bij elkaar nog ruim 20 uur printwerk bij elkaar. Maar die ga ik als laatste printen, want ik vermoed dat die het makkelijkste zijn. Daar zit overigens al support aan vast, dus ik hoef het support niet te ontwikkelen. Dat kan ik er later gewoon vanaf halen. Nou, laten we maar eens kijken of we kunnen zien wat er gebeurt als ik het zeg maar ga lijmen. Dus ik pak even PVC-lijm. Gewoon simpelweg wat je bij de Gamma, bij de Praxis kunt kopen. Dit is Bison, hard PVC-lijm. Vind ik wel zo prettig. En nou is het bij dit object zo dat de onderzijde verlijmd moet worden met het andere gedeelte. Dus ik doe dat onderste gedeelte doe ik even flink in zeepen met lijm. Datzelfde doe ik bij dit gedeelte. Ik zie dat ik heel eventjes het potje dicht moet maken. De
Er zit niet zo gek veel meer in, dus ik moet er ook een beetje mee oppassen. Zo. En nu ga ik de beide onderdelen op elkaar zetten. Dat moet natuurlijk netjes gebeuren. En dan kan ik het laten drogen. Even kijken of het recht zit. Bijna. Ja, daar kunnen we tevreden mee zijn. Het is eigenlijk de halve Eiffeltoren. Er moet nog een topje op en er moeten nog poten onder. Maar dat ga ik doen. En dat is nog een ander dingetje wat nog moet gebeuren. En dat ga ik straks, want dat kan ik niet allemaal in die ene video. Ik ga het wel in één video doen hoor. Alleen ik moet het in verschillende delen doen. Wat ik namelijk nog moet doen. Ik heb altijd een heel klein beetje last van stringing. Op de een of andere manier krijg ik dat niet 100% onder controle met mijn instellingen. Stringing, dat een kleine beetje spinnenwebrag wat je steeds ziet. Er is een hele eenvoudige manier om dat spinnenweb te verwijderen. En dat ga ik u laten zien straks in deze video. Namelijk met een heat gun. Pas wel even op, een heat gun is tamelijk heet. Dus A, oppas met je vingers. En B, niet te lang op het object houden, want dan is het object naar zijn grootje toe. Dus je gaat er heel rustig overheen. Daarmee zal de hele dunne, spinnenragfijne spinnenweb, de stringing, zal verdampen als sneeuw voor de zon. Helemaal aan het eind, als het klaar is, maar dat duurt nog even een paar dagen, dan zal ik u natuurlijk ook het resultaat laten zien. Maar ik wou u even laten kennismaken met die Eiffeltoren. En wat ik er eigenlijk ook een beetje mee wil zeggen, en dat is eigenlijk iets dat gaat me wel redelijk aan het hart. Wees niet bang voor grote projecten. Het zijn allemaal kleine printjes die je samenvoegt tot één grote print. En dat kan ik iedereen aanraden, want je maakt daar echt dingen van waar anderen van zeggen van wauw, wat heb je me hier toch weer gemaakt. Nou, we gaan zo meteen verder met die video. Dan gaan we zien hoe we het totaal bij elkaar plakken en vervolgens de stringing verwijderen en dan het eindresultaat gaan zien. Zo, daar zijn we weer. De Eiffeltoren is klaar zoals je ziet. Het was geen makkelijke taak, dat zeg ik gelijk. Er zijn ook een paar delen die niet gelukt zijn. Het topje bijvoorbeeld was heel moeilijk te printen en is daar half niet helemaal gelukt. Daarnaast had ik een klein ongevalletje met het verlijmen van de PLA met het PVC-lijm. Je kunt dat hier onderen ook zien. Ik heb wat geknaaid. Maar desalniettemin ben ik wel tevreden met het resultaat. En nu blijft dus die stap over die ik beloofd had te gaan filmen. Die van het hete luchtpistool om zeg maar de stringing te verwijderen. Daarvoor ga ik het hete luchtpistool aanzetten op een hete stand. Pas op dat je niet op één plek blijft staan met je hete lucht. Want daar kan die slecht tegen. Je gaat er dus echt overheen als ware dat je een... een verfspuit over iets heen gaat wat je verft. Ik ga de hete lucht pistool aanzetten. En dan ga ik eens even kijken of we die stringing een beetje kunnen verwijderen. Even laten opwarmen. Zo, dat is die nu. En nu kan ik daar overheen gaan. En zal hij dus die stringing verwijderen. Ik draai hem ook even naar onder natuurlijk. Verder draaien. Hier heb je hem met zijn torentje.
onderin met die balustrades en zijn onderzijde. En zie daar de Eiffeltoren. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video maar weer.